De kantonrechter behandelde op 13 juni de kortgedingzaak van 107 ambtenaren van het ministerie van Onderwijs tegen de staat Suriname voor achterstallige salarissen en kosten. De ambtenaren eisen onmiddellijke betaling met rente. De advocaat van de staat antwoordde op 13 juni schriftelijk, waarna de raadsvrouwen van de eisers op 14 juni repliekten. De staat reageerde op 17 juni in dupliek. De raadsvrouwen moeten nog reageren op de door de staat overlegde stukken, waarna de rechter een uitspraakdatum zal bepalen. De afdeling verkeer van het KPS heeft 8 verkeersvlaggen ontvangen van de Lions Club om het bewustzijn van verkeersveiligheid te vergroten. De vlaggen die gisteren werden overhandigd worden op strategische locaties geplaatst en halfstok gehesen bij verkeersdoden. De vlaggen zullen zichtbaar zijn op locaties zoals Spanhoek en Lelydorp. Het project, dat begon in de jaren 70 en herstartte in 2010, beoogt een systeem voor regelmatige vernieuwing en onderhoud van vlaggen en masten op te zetten. Bij een verkeersongeval op 15 juni 2024 op de weg naar Jaikreek is de truckbestuurder en omgekomen. De politie vond het slachtoffer in de cabine van een vrachtwagen geladen met houtblokken. Volgens het voorlopig onderzoek verloor N de controle over het voertuig bij een bocht en belandde in een goot naast de weg. Een arts bevestigde ter plaatse het overlijden. Het lichaam is door de verkeersunit van Regio Midden in beslag genomen voor verder onderzoek.